Vanuit de wijde omgeving is de karakteristieke toren van de grote kerk in Elst zichtbaar. Deze gotische kerk bestaat al 500 jaar. Maar de geschiedenis vertelt ons nog veel meer over deze bijzondere plek. Het blijkt een cultusplaats te zijn, waar al 2000 jaar een vorm van godsverering heeft plaatsgevonden. En wordt nationaal en internationaal gewaardeerd als een unieke archeologische locatie. Onder de kerk liggen namelijk de fundamenten van een van de grootste Romeinse tempels die ooit ten noorden van de Alpen heeft gestaan. De medewerkers van het hier ontstane kerkmuseum houden de geschiedenis levend door de waardevolle betekenis van deze vondst te benadrukken in hun rondleidingen. Hallo, we staan hier in de grote kerk in Elst, heel erg herkenbaar in de omgeving. Wat is het belang van deze kerk en wat is de plek in de historie? De oorspronkelijke bevolking had hier al in de open lucht een cultusplaats. De Romeinen zagen dat en bouwden op die plaats een eerste tempel. En later een tweede tempel waar hij enorm imposant was. Dus na de oorspronkelijke bevolking, heidenen zouden we nu zeggen, dan de Romeinen, de Romeinse cultus. En toen is de tijd een beetje stilgevallen. En daarna kwam dus de bekende heilige van Elst, Werenfried. En waarschijnlijk heeft hij toen hier een kerk gebouwd die in latere jaren nog eeuwen ook nog uitgebreid is. En is het ook opmerkelijk dat Elst tot en met deze gotische kerk dus altijd grote kerk- of tempelgebouwen heeft gehad. Nee. Nou, bijzonder dat we zo'n enorme rijke historie nog in beeld kunnen brengen en kunnen laten zien weer aan ons nageslacht. Daar is natuurlijk ook jullie inzet op gebaseerd, hè? Jullie kerkmuseum mee gestart. Kunt u daar iets over vertellen? De kerk is in de oorlog verwoest geweest en toen moest het gerestaureerd worden. En voor ze daarmee begonnen is er goed onderzoek gedaan. En er zijn heel veel spullen naar boven gekomen en de tempels zijn gevonden, de tempelresten. En dat is nog steeds met dank aan de bouwheren van na de oorlog dat ze het toegankelijk hebben gehouden. Dat er een grote vloer is gemaakt en dat je daaronder alles kunt zien. Maar dat was klaar en dat werd eigenlijk een klein beetje vergeten. Ja. Maar de koster die hier was, meneer Van der Horst, die heeft het belang gezien van de tempels voor ons, voor heel Nederland. En die heeft het min of meer het museum gestart. En dat heeft hij heel veel jaren gedaan. En iedereen kon bellen en die kreeg een rondleiding. En dan kreeg hij een prachtig verhaal van meneer Van der Horst. Ja. Een stukje heel erg mooi met zo'n werk, maar... Ja. Hoe oud is dit nou, wat je hier nou ziet? Dit is uit jouw hoofd. Zo. Toen hij stopte met het kostenschap, wat 3 generaties in de familie was geweest, toen... is er eigenlijk een commissie ontstaan die dat werk van hem overgenomen heeft. En dat is nu een museumcommissie. En die functioneert nog steeds onder de supervisie van de kerkenraad. Ja. Al jarenlang is aan het begin van onze rondleiding deze kaart een geweldige hulp geweest om uit te leggen hoe gecompliceerd de geschiedenis is van dit gebouw. Het huidige gebouw is de grijze, geeft de grijze kleur aan en daarbinnen is heel veel gebeurd. Nou, het unieke van Elst dat we hier gewoon zitten op de vloer van de eerste tempel, die wordt hier zo weergegeven, 50 na Christus gebouwd. Een tweede tempel kwam er omstreeks 100 na Christus en werd verbinden daar graag de naam van Trajanus aan. Die bestaat uit 2 delen. Een cella voor de godheid. Daaromheen een grote zuilengalerij. De cellamuren zijn dus hier en ook hier. Hè. De tweede zuilengalerij. Dat was dus een van de mooiste tempels ten noorden van de Alpen. De tempel is heel bijzonder. Er zijn heel veel tempels gevonden in Europa, vermoedelijk ongeveer 1000. Maar de tempel die hier gevonden is, behoort tot de top 5. Het is een van de hele grote tempels. Die heeft een omtrek van 31 bij 23 meter, dat is een heel grote tempel.
Ja, het is een Gallo-Romeinse tempel. Een Romeinse tempel, dat is een hoog opgaand gebouw. En het Gallo-Romeins, dat wil zeggen dat hij is wel gebouwd door de Romeinen, maar met allerlei Gallische invloeden. Mm-hmm. En die Gallische invloed is bijvoorbeeld dat er een hele hoge kern van het gebouw is. Dat is de cella, die gaat heel hoog. Bijna zo hoog als de huidige kerk. Oh. Van binnen, aan de binnenwerks van de kerk. En dan heb je een verdieping lager. Daar gaan de daken beginnen. En die rusten dan op pilaren. En daardoor ontstaat als het ware een tempel met een omgang. Met een zuilengalerij eromheen. En hoe weet u dat? In die tijd was het zoals in Rome gebouwd werd. Zo werd in het hele Romeinse Rijk gebouwd. En als je dan vindt een boek van een architect Vitruvius die omschrijft, zo doe je dat met pilaren. En pilaren die zo groot zijn, de omtrek van pilaren zo groot is, dan is de lengte zo groot. En als wij dan hier zuilen vinden van een bepaalde omvang, dan weten we, die waren dus zo hoog. Want ons probleem is natuurlijk, wij vinden wel brokstukken en we hebben wel een platte grond, maar juist die hoogte ingaan, dat is voor ons het grote probleem. En Vitruvius is daar een enorme, geweldige hulp bij om voor te reconstrueren. Ja, u vertelde net iets over de vondsten, over zuilen en over delen van de muren en dat soort dingen. Daaruit heeft u natuurlijk kunnen reconstrueren wat voor kleuren er in die tempel werden gebruikt. Ja, de kleuren die zijn teruggevonden op de brokken wandbekleding die gevonden zijn. En er is heel veel bekend over hoe de kleuren waren in de Romeinse tempels. Dat blijkt uit de vondsten in Rome en wat er in Rome nog aan tempels bestaat. Ook wat er verder in Europa aan tempels is gevonden. En daaruit kun je dan reconstrueren hoe ongeveer de wand eruit gezien heeft. En als je dan al een beeld hebt hoe ongeveer de wand eruit ziet, dan vallen wat je hier dan vindt, vallen allemaal puzzelstukjes die als het ware op de plaats vallen. Ja. En dan kun je heel goed zien hoe het geweest is. Ja. Eventjes weer terug naar de historie. De Romeinen zijn uit Nederland vertrokken. Zodat we eigenlijk dan na ongeveer het jaar 300 hier een windstilte is. Werenfried kwam hier. Ja, waarschijnlijk ongeveer ook in 726 als missionaris. Werenfried waarschijnlijk bouwt een zaalkerk tegen de muur van de cella. Dat is die muur, dat rommelige bouw, zal ik maar zeggen, wordt dan de zaalkerk. Die strekt zich uit tot hier en eindigt in een koor. En dat zit achter deze muur. Dat klopt, hè? Dat zit achter deze muur. Zit het koor met het altaar, wat je nog steeds kunt zien. In de 10e eeuw wordt er dan uitgebreid. Dan krijg je hier de kerk van Balderik. Dat wordt een andere kleur. Gaat ook aan deze kant zich uitbreiden. En nog later krijgen we, er wordt een crypte voor Werenfried bijgebouwd. En later nog, in de 11e eeuw waarschijnlijk, komt nog een crypte met zelfs een buitencrypte. Ja, dat, mooi dat we het allemaal nog weten. Hè? Ja, dat is heel mooi dat we dat. Dat weten wij eigenlijk omdat ze met die sacristie begonnen zijn en dat stuk muur van de eerste kerken hebben laten staan en daar met de sacristie mee verder gegaan zijn. Ja. En dat is heel belangrijk dat dat stuk er is, want dan valt heel veel van de geschiedenis op zijn plek. Ja. En voor dat stukje muur staan we nu. En je kunt aan de muur ook zien dat er ook weer aan die crypte verder gebouwd is. Eerst hadden we kleine ramen, toen werden er grote ramen. En deze vierkanten, dat wijst op dat daar, ja, dat zijn gaten waarin men balken kon neerleggen voor de verhoogde vloer, zodat men hieronder inderdaad ook kon kijken naar waarschijnlijk het altaar van Werenfried, waarin zijn gebeente geborgen was. Ja. En ik weet dat gewoon Werenfried zeg maar in Elst gewoon nog levend gehouden wordt door allerlei naamgevingen en kunstuitingen. En 2000 jaar geschiedenis op deze plek, waarvan deze kerk ruim 500 jaar meemaakt.
Om de waardevolle locatie van het kerkmuseum onder de aandacht te brengen van het grotere publiek, is er een bijeenkomst in de Grote Kerk op 11 december 2009. Op deze avond wordt er door de medewerkers van Royal Haskoning een nieuw presentatiebord overhandigd, welke ter ondersteuning gaat dienen bij de rondleidingen in het museum. Hartelijk welkom in de Grote Kerk. Vanavond bent u getuige van een realisatie van een lang gekoesterde wens van ons museum. Nemen we een nieuw overzichtspaneel in gebruik. En dit paneel is vervaardigd met behulp van digitale technieken. En we zijn daarom ook heel gelukkig dat we Royal Haskoning... Zij hebben namelijk door middel van een sociaal project ons dit geschonken. De gidsen in ons museum gebruikten een plattegrond. Die hing daarvoor aan de kast. Het geeft de bezoekers van het museum inzicht in de opeenvolging van de diverse cultusgebouwen die hier gestaan hebben. En wie de trap afdaalt, vanavond zal het helaas niet gebeuren, maar wie de trap afdaalt naar de ruimte onder deze vloer, die wordt dan getroffen door de speciale sfeer die daar hangt. Maar het is dan wel zo dat de doorsnee bezoeker helaas eigenlijk niet wijs wordt uit alle muurtjes die daar staan. En zoals een beroemd reclamespotje tegenwoordig zegt, dat kan beter. En straks krijgen we dan, daar zijn we bijzonder blij mee, ook nog dat we in de hoogte kunnen gaan. We krijgen dan een driedimensionale voorstelling van alle gebouwen die we moeten, waar we over gaan praten. En dat is natuurlijk wel ja, veel duidelijker en geeft hoop ik ook veel meer inzicht nog met wat hier allemaal op deze cultusplaats heeft gestaan. Een sociaal project is erop gericht om medewerkers van de kantoren in ons bedrijf de gelegenheid te geven om in hun directe omgeving een project op te kunnen starten waarbij de kennis en kunde van ons bureau wordt ingezet. Nou, met dat idee ben ik 2 jaar geleden gaan praten met mijn vader. Dat is de eerste link met het kerkmuseum. Het aardige is dat, en nou ga ik even terug naar naar wat hier natuurlijk onder deze kerk zit, zijn de fundamenten van 2 opeenvolgende Romeinse tempels, die in die tijd ook zijn gebouwd met de gegevens van Vitruvius. En deze tempels stonden onder gezag van het garnizoen wat in Nijmegen zat. En dat garnizoen dat was gelegerd op de plek waar ons kantoor staat. En ik vind het daarmee ontzettend een mooie link. Want de plek van de Romeinse tempel is daarmee historisch verbonden met de plek van ons kantoor. Dan kom ik nu naar de overhandiging van wat daar aan de muur hangt. En dat wil ik doen aan mijn vader, Goris Kimmel. Namens alle medewerkers van Royal Haskoning wil ik graag het overzichtspaneel aan jullie aanbieden, aan het kerkmuseum aanbieden, samen met het bestand dat het in goed gebruik mag worden voor jullie presentaties en dat het mag bijdragen aan de verbetering van jullie presentatiemogelijkheden. Hartelijk dank.